Augmented reality combineert computerbeelden met de realiteit. Het is een beetje wat je kent van science fiction films, maar dat gebeurt nu ook steeds beter in de realiteit. Je ziet bijvoorbeeld hier op deze telefoon, zie je de straat hier in het centrum van Utrecht. En daaroverheen zie je informatie van huizen die te koop zijn. 1 miljoen. Augmented reality is niet heel nieuw, maar ik voorspel wel dat het een grote vlucht gaat nemen en nog best groot kan worden in de toekomst. Je ziet gewoon op de plek waar je bent aanvullende informatie. En dat kan bijvoorbeeld met het programmaatje Layer, wat een Nederlands bedrijf heeft gemaakt. Tweets in the Hood. Dan kan je zien wat er getwitterd is in de buurt. There is no active connection. Daar word je toch gek van. Op een iPhone werkt het ook en ik heb nu interessante architectuur als layer gekozen. Dus als ik nu hier rondloop, dan zie ik wat er allemaal voor architectuur is. Onder andere de Dom, Cathedral and Tower. Je hebt een knopje breng me erheen voor een routebeschrijving, meer informatie. En op die manier kan je high-tech de toerist uithangen. Maar je kan ook, waar is een pinautomaat, waar zijn culturele attracties. En dat soort dingen kan je dus terwijl je loopt real-time zien. Een ander leuk programmaatje is Google Goggles. Dat is beschikbaar voor Android en voor iPhones. En daarmee kan je foto's maken en dan zoekt Google daar automatisch informatie bij op. Nou, zie ik hier een boekwinkel. En ik zie hier wel een boek wat me aanspreekt. Titiaan, maar wat is dat eigenlijk? Ik maak er een foto van. Vervolgens wordt het gescand. En vervolgens heeft hij het gevonden. Zie je hier. Titiaan. Titel erbij, informatie. Hij schijnt ook wijnen, kunstwerken, monumenten en bekende gezichten te herkennen. Nou, stel je voor, je ziet ergens een bekende kop, maar je weet niet meer zo goed waar je degene van kent. Pak je telefoon erbij en dan zie je, het is Jamiroquai. En je kan gelijk doorklikken naar zijn officiële site, zijn Wikipedia of clipjes bekijken op YouTube. Dus dat is handig. Nou, wat viel me op na een middagje augmented reality spelen in Utrecht? Het is leuk, maar het werkt nog niet helemaal goed. Onder andere de verbinding viel steeds weg. Nou weet ik niet of dat aan de Dell Streak of aan het geliefde T-Mobile lag. Maar hier bijvoorbeeld de Pandhof waar we hier staan, kende die niet. Neem niet weg dat het idee van augmented reality leuk is. En dat ik ook denk dat er in de toekomst zeker steeds meer mee gedaan zal worden. Maar op dit moment is het nog een beetje spielerij.